Heb je ooit door Instagram gescrold en je afgevraagd waarom jij niet die luxe levensstijl kan hebben? Luxe vakanties, dure auto's, prachtige designerkleding. Het lijkt wel alsof iedereen, behalve jij, het zich kan veroorloven. Maar wat als dit allemaal een façade is? Neem de Ace Family als voorbeeld. Beroemde YouTubers die hun miljoenen lieten zien, maar uiteindelijk hun carrière afslootten met 9 miljoen schuld. Dit roept een belangrijke vraag op. Zorgt het beeld op social media er misschien voor dat wij boven onze stand gaan leven? Daar gaan we het vandaag over hebben. Zo, ja, onderwerpje. Heerlijk onderwerpje. Ja, want we waren dit weekend allemaal video's aan het kijken. We waren allebei ziek op de bank. Lagen. Weer. Niks te doen, alweer, inderdaad. <laughs> daar hebben we het al een keer wel weer over. Uh, ik keek video's van uh, influencers, YouTubers uit Amerika. Tenminste, daar ging het over. Die hunzelf in schulden werken. Om bepaald een bepaald imago hoog te houden, inderdaad. Zoals we in de intro zeiden: de Ace Family. Maar je hebt ook best wel wat vrouwen of mannen op uh, Instagram, bijvoorbeeld. Die hun hele levensstijl larger than life maken. Maar eigenlijk alles op afbetalen kopen. Ja. Of alles weer terugbrengen. Uh, gewoon creditcard. In Amerika veel creditcard natuurlijk gebruiken. Zichzelf in de schulden werken om dus rijk over te rijk komen. Rijk over te komen en succesvol over te komen. Mm. Toen dacht ik: dat is een interessant onderwerp. Want. Doen in doen namelijk ook, toch? Nou, juist niet. Nee. In Nederland hebben we natuurlijk ook een handjevol influencers... die meer kunnen uitgeven dan modaal. Wat ik daar altijd fascinerend aan vind... is dat ze dat ook vaak doen. Dat komt, althans, ik heb het idee dat het komt... omdat het publiek dat ook een soort van ergens verwacht. Want die zijn ooit begonnen met video's van... duizend uh, euro, uh, weet ik veel, geef ik zomaar weg. Of... Oh, ja. uh, um, Heel veel dingen met geld, heel veel steeds groter op vakantie. Het kon allemaal niet groot genoeg. Ik denk dat we ook echt wel uit een tijd komen op YouTube en op Instagram waarin dat ook steeds bizarder werd. Alles moet steeds groter, groter, groter Ja. ja Mister je... Beast tijd eigenlijk. Ja, maar ook, ook daarvoor al wel hoor. Ja? Ik denk dat Mr. Beast een soort van. Uh, misschien opeenstapeling is van alle dingen die daarvoor al gebeurden. Ja, gewoon het, het grootste met geld rondsmijten tijd eigenlijk. Ja. Ja, precies. En ik denk dat dat nu. Ik denk al wel ongeveer, wat zal het zijn, acht jaar bezig of zo, dat dat nu zijn doel gaat eisen. Ja, mijn idee daarachter is inderdaad, die tijd is er geweest, waardoor ook heel veel mensen die geen YouTube deden, maar keken, mm -hmm. uh, hebben gedacht dat dit een extreem succesvol beroep is. Media helpt er ook aan bij, mm -hmm. natuurlijk, laten we eerlijk zijn. Ja, dus dat heel veel YouTubers dat gewoon verdienen. Mm -hmm. En dat er dus dat. Uh, Bijna bij iedereen wel mogelijk is. Ik denk dat dat idee ontstaan is ja. dat uh, een soort van hoop van je kunt door iets te doen zoals jezelf filmen, pakken hm. met geld verdienen. Ja. Terwijl dat eigenlijk echt een lucky view is, die dat ja. lukt. Ja, want als je ook echt goed kijkt naar in Nederland bijvoorbeeld, dan zie je natuurlijk zie je op Instagram en je ziet op YouTube uh, een aantal creators die echt wel goed geld mee verdienen. Maar ik denk hm. dat de meeste misschien gewoon modaal. Verdienen? Ik denk het wel, hoor, om, ja. Om het, om het te kunnen ro rond. We uh... kunnen niet in iedereen's paycheck kijken. Nee, maar je ziet het toch aan de Maar je, aan je ziet aan wel een levensstijl vaak. Ja. Uh, dan, het, het blijft nog vaak lastig om een huis te kopen voor veel mensen die is alsof ze opeens uh, allemaal vida's kunnen. Een aantal. <laughs> echt, echt een maar aantal, een aantal. Ja. En daar vind ik altijd wel. En dan, en dan kom ik wel gelijk op een punt waar ik dus, wat ik dus zelf altijd heel lastig vind. Als je op een gegeven moment financiële stappen kan zetten. Mm -hmm. um, en dat je, wanneer je dat ook gaat doen. Dus dat je ook denkt van, nu kan het ook. Want het, het beroep wat ik uitoefen is best wel, uh, ver, ja, niet vergankelijk... maar het is wel, uh, je bent zo populair als je laatste video. Ja. Als het op een gegeven moment allemaal in, in elkaar stort ja, en je hebt dadelijk een heel groot huis waar je een hypotheek van moet betalen... maar je, je inkomsten die dalen met 80 zeg maar iets... ja, dan wordt het natuurlijk best wel lastig, want je, ben, je, je publiek is bijna hetgene waardoor je dit kan doen... Ja. Maar je publiek zit ook ergens als jij niet weer eens op een reis gaat, als je dat als content doet, hè? dat moet ik wel even erbij mm -hmm. zeggen. Als jouw content is, ik ga steeds extremer, dan moet je daar ook in meegaan. Ik denk dat op een gegeven moment ook de, hoe noem je dat ik weer, de, de scheidslijn een beetje vervaagt. Want op een gegeven moment, als je meer geld verdient, geef je ook meer uit en dat gaat steeds gekker. Mensen raken heel snel gewend aan, uh, aan meer inkomsten. Ja. Andersom is het wel lastiger. Minder? Ja, denk het ook. Andersom is het lastiger. Maar ik denk dat dat het, 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 het gedeelte van ook content creëren over dat je dus steeds gekkere stappen gaat zetten. Nog een extra laag weggehaald, waardoor je dus misschien nog sneller geneigd bent. Dat je denkt: Nou ja, goed, ja. ik ga je ziet het ook als, uh, als een investering. Van als ik een video maak van dat ik een vet dure auto rijd, ja. dan, dan wordt je misschien wel zo vaak bekeken dat die auto terugverdiend wordt over de over tijd, Over een uh, langere tijd. inderdaad. Ja. Ja, ja, dus aan de ene kant is dat natuurlijk interessant. Want ik denk nog nooit dat we in een in een tijd hebben geleefd waarin men die wellicht nooit uh, dit soort geld had kunnen hebben, mm -hmm. dat geld wel kan hebben door social media, omdat ze zichzelf daarin uh, naar boven hebben gewerkt. Ja, en dat vind ik ook wel wat leuke juist. Dat, dat er uh, mensen populair worden... die waarschijnlijk op tv bijvoorbeeld... nooit een plek hadden kunnen krijgen. Mm. Dat ze of niet goed kunnen presenteren... of gewoon niet leuk genoeg eruit zien voor tv. Laten ja. we heel eerlijk zijn. Ik had op tv of uh, in de filmwereld... ook niet echt hoog aan de bak gekomen. Ja, dat, ja, je weet het nooit natuurlijk. Je weet het nooit. Als filmmaker, maar, maar dan... Nee, maar ik ben niet ja, een socializer. Ik hou niet nee. van naar feestjes toe gaan. Ik hou niet van... Uh, ja, het liefst doe ik gewoon mijn eigen ding. Dat wereldje en, is toch wat we van Hollywood begrijpen ook best wel... Uh, ja, ons wel, kent ons. Daar kunnen we het wel eens een, keer een andere <laughs> keer over hebben, inderdaad. Maar het is inderdaad in Nederland ook ons kent ons. En ik, ik zie het zelf al met uh, samenwerkingen en zo, weet je wel. Ja, de, de, de creators die uh, uitgekozen worden... zijn de mensen die ook vaak wel goed zijn in uh, netwerken. netwerken. Ja. Dat is gewoon zo. En ik ben blij dat... Ik een following heb opgebouwd waardoor ik dat kan doen en een eigen webshop dat we die aan het mm. bouwen zijn. Dat is natuurlijk wel iets wat je zelf bouwt. Um, um, en hopelijk ook blijft. Maar dat is natuurlijk best wel moeilijk om dat in te schatten. Met alles natuurlijk als je Zzp'er bent, mm -hmm. ja, als je geen opdrachten binnen krijgt, is het ook natuurlijk vervelend. Maar dit heeft nog wel een extra, een extra factor. Want in principe, ik wil niet zeggen dat je kan als YouTuber niks, maar. Wat um, je wel zeggen. Dan. Ja, maar het is niet alsof een, een, een bedrijf jou inschakelt omdat ze je content zo leuk vinden. Of dat jij zo goed kan filmen. Er zijn er natuurlijk wel die dat hebben. Ja. Maar de meesten worden gevraagd. Om de om, cijfers. Om de cijfers. Ja. Als die cijfers teruglopen, dan gaat dat natuurlijk ook weg. En dat, dat zie je in, in Amerika is dat vaker gebeurd. In Nederland zie je ook wel hier en daar wat mensen die boven hun stand zijn gaan leven. Dus heel vaak naar Dubai gingen. Hmm. Grote auto's rijden. En dat men ook dacht van waar doen ze het van? Nou ja, komen allemaal achter dat ze het ervan doen. Van een creditcard. Of en van de belastingsschuld belastingsschulden. Belastingschulden. Ik vind het dus lastig. Wanneer neem je dus die stap? Dat je dus inderdaad wel verder gaat. En dus inderdaad misschien wel wat risico neemt. Want uiteindelijk is dit werk ook een klein beetje risico nemen. Ja, ja, kijk, met, net hetzelfde eigenlijk met als een vast, vast contract. Stel je voor, je krijgt een, een burn-out en je ligt eruit. En dat soort dingen kunnen ook allemaal gebeuren. Uh, maar als jouw inkomen afhankelijk is van de hoeveelheid mensen die. alleen uh, van de hoeveelheid mensen die naar je video's kijken. dan is dat natuurlijk best wel een onzeker bestaan. Dan Zo. vind ik het ook wel knap dat uh, sommige mensen dan toch keuzes maken als uh, grotere huizen. Grote auto's. Grote auto's. Ja, is dat knap? of is dat... ja, Ik vind het ook wel weer knap, want ja. je gaat er wel gewoon een beetje van uit dat het... gaat er van uit dat, dat het blijft of zo. Dat het goed ja, blijft ja, ja, ja. en dat is natuurlijk positief, ja. maar ik hoop altijd wel, ik hou dat wel in mijn achterhoofd, Wat ik dan denk, als ik er naar kijk, om mezelf ook gerust te stellen, dat ze, Hoezo, het, goed geregel... stellen? Dat ze het goed geregeld hebben, ja, ja, okay. dat ik denk, nou, ze zullen vast wel iets achter de hand hebben. Dan... weet je Of een grote spaarrekening of nou ja. een investering in iets. Nou te eerlijk zijn in Nederland is volgens mij, ja, ik correct me if I'm wrong. Maar in Nederland is het volgens mij wel net iets anders geregeld dan in Amerika. Mm -hmm. In Amerika volgens mij als je gewoon een groot soms geld neerlegt, dan is het al goed. In Nederland doen ze wel veel checks. Dus als je een huis hier koopt, dan moet je het ook kunnen oh, betalen. Oké, okay, ja. ja. Ik tuurlijk. weet niet of dat in Amerika ook zo gedaan wordt, maar ik heb het idee dat het in Amerika wel makkelijker is om grote schulden te maken dan in Nederland. Ja, want in Amerika is het eigenlijk heel normaal om schulden te maken. Wat er in die video dus werd laten zien... was een, uh, een vrouw die op Instagram uh, de nieuwste Chanel-tassen... de nieuwste uh, merkkleding, uh, grote huizen en zo liet zien. Bleek achteraf dat ze dus alles op creditcard had gekocht... of heel veel dingen terugbracht. Maar eigenlijk ver boven haar stand aan het leven was. Mm -hmm. Alleen maar om, om die Instagram-volgers... van 120.000 mensen volgens mij... Uh, te doen verkopen dat zij... Dat levenssteltje heeft. Ja, ik denk dat het ergens ook wel is dat succes succes aantrekt. Ja, okay. Dus dat ze misschien denkt uh, dat is hetzelfde als uh, YouTube-video's waarin mensen. Uh, best wel veel dingen kunnen kopen, op mooie reisjes gaan. Daar willen mensen toch naar kijken. Mm -hmm. want ze vinden het interessant. Ze vinden het inter interessant dat iemand zo succesvol is. En daardoor wordt vaak dingen ook meer bekeken. Ja. Dus door te doen alsof je best wel succesvol bent, trek je ook gewoon heel veel mensen naar je toe die ook succesvol willen zijn. Ja, precies. Dus die, en die, die dus eigenlijk is kijken. het misschien een strategie van: uh, ik ga me helemaal in de schulden werken. om daarna er helemaal boven, nog groter bovenuit te komen. En in Amerika is er natuurlijk wel een. een ja, meer dan in Nederland een, een tendens dat men denkt als je uh, nooit probeert, dan ga je er ook nooit komen. Ja. En een, een bedrijf failliet laten gaan, is voor hun eigenlijk een soort van accomplish. In plaats van in Nederland dat wij zeggen van oeh, in, in Amerika is het van wat goed, je hebt het in ieder geval geprobeerd. Oh. Ik denk wel dat we door social media, door uh, mensen, dus inderdaad, creators, die, die daar een beetje in doorslaan, dat ons perceptie zelf ook. Daarin ver, ja, verandert denk ik ook wel. Mm. Probeer daar maar bestand tegen te zijn als uh, je ziet dat online iedereen alles kan kopen. Ja. Maar je ziet ook, want iedereen laat alleen maar het leuke natuurlijk zien mm -hmm. op social media dat je vrienden ook weer een uh, vakantie hebben geboekt of de nieuwste iPhone hebben. Ja, het is, het is eigenlijk heel. Uh, je wordt heel ontevreden van als mens. Ik merk het aan mezelf. Als je kijkt naar, naar uh, uh, bijvoorbeeld uh, mensen die constant op vakantie gaan, mm. uh, dan kan ik ook wel eens denken, waar hou je in godsnaam dat geld vandaan? Hoe kan dat? Ja, ik denk altijd, waar hou je de, de zin vandaan? Maar... Ja, de zin. Kijk, wij zijn niet van die vakantiegangers. Ja. Maar ik denk dan wel. Ja, ik ook een, door. een gemiddelde vakantie denk dat het al snel tegen de duizend euro aanloopt. Ik denk wel hoger. ligt eraan hoeveel mensen je zit en waar je heen gaat. Oké, okay, nou ik ben nog echt al heel lang niet geweest op vakantie. Nee. Daar kun je het aan zien. Dat ik niet weet wat hoe wat dat is Wat is een gemiddelde vakantie, denk je dat? Uh, ik denk ik denk toch wel dat je 1500 euro moet denken als je een weekje weggaat, toch? Nou, als je zes dagen naar Spanje gaat, dan kan je echt nog wel voor onder de duizend, toch? Ja, dan ga je wel budget, denk ik. Ik weet gewoon niet, gewoon een 2,5 jaar. maar ik heb het idee dat het ik heb best het duur is. Idee. Ja, ik ga dus nooit op vakantie, <laughs> dus ik weet het ook niet. Maar ik heb het idee dat het best duur is. Ja, ik ging vroeger nog wel eens voor 600 euro ging ik dan een week okay. en dat is echt lang geleden. Dan dat is tien jaar geleden. Toch? En dan ging ik wel echt naar een budgetting. Ja, ja. En, en ik nam, ik had geen all-inclusive, ik nam inderdaad wat eten mee. Ja. Ja, nee, maar dat is. Wilde je, wil je dat horen? Nee, maar dat, dan, 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 dat is al 600 euro. En dan heb je dat in was 600 nog euro. En dat was dan. Als ik dan. dat ik dan elke maand zuinig had gedaan. voor ja. die 600 euro. Maar dat is dus grappig. Want tegenwoordig is het dus veel duurder. Maar het lijkt wel alsof mensen steeds meer op vakantie gaat Juist. Maar, ik heb, ja, maar dat komt denk ik wel door social media. Omdat ja. dat dan. Ik denk post. niet dat het zo is ook per se. Nee, vraag me ook af. Inderdaad. Ik denk eigenlijk dat we. Dat we gek gemaakt worden online uh, door het idee dat alles maar te betalen valt en dat ook door werk zoals dit te doen, dat je gewoon er vet luxe bij kan zitten, terwijl dat voor het gos helemaal niet zo is. Ik wil trouwens daar niet mee zeggen dat ik het niet goed heb, hè? want mm. ik, ik, we kunnen echt leuke dingen doen. Uh, ik ben al super blij dat we die Kia nu hebben, dat we een mooi huis hebben. Ja, ik vind dat we het hartstikke fijn ik, ik hebben. Heb, ja, dus maar het is, weet je, uh, ik kan niet uh, even gewoon denken van... joh, ik pleur een video online en daar betaal ik alles mee. Okay. Nee. Dat, dat is het niet. Ik denk dat er een beetje een verkeerd beeld is ontstaan... door de YouTubers die het zo extreem succesvol hebben. Dat men denkt dat je met één video gewoon 2000 euro binnensleept. Zou wel lekker zijn. Dat zou heerlijk zijn, ja. denk ik. Ja, maar dat is wel, dat is wel uniek. Ja, daar heb dat je dat echt uh, die, die hoeveelheid kijkers voor nodig. Succes, dat trekt gewoon succes aan. De mensen kijken gewoon heel graag. Althans, keken heel graag naar die luxe ja. levenstijl. Want ik heb wel het idee dat daar een beetje een ommekeer in, in aan het ja, dat, dat ontwikkelen dat gevoel is. Hoe heb ik ook wel? En ik vind het juist zelf ook leuk. Ja, ik vind het dus leuk om allebei te kijken. Ik mm -hmm. hou ook wel van mensen die gewoon lekker een relaxed leven. Waar het, wat, waar het niet zoveel over gaat. En dat het gewoon een beetje het leven is. Wat het is. Wat yeah. de meeste mensen leven. Maar ik vind het ook wel leuk om te zien dat mensen als ze geld krijgen en daar ja, ja, onvervuldig mee omgaan. <laughs> of te, in mijn ogen. dan vind ik ook leuk om te kijken. Maar wat ik daar wel weer lastig aan vind, als die mensen die dat doen dat niet doen, dan kijk ik hun video's niet, want dan vindt die persoon misschien minder leuk. Dus het, ja, het houdt zo ook. Zo'n levensstijl is is hetgene waarvoor je kijkt dan. Maar het houdt zich zo ook een beetje in stand. Kijk, ik ben persoonlijk een iemand die niet zo snel boven mijn stand zal leven, want ja, ik ben altijd opgevoed meer sparen dan dat je meer zekerheid uh, meer zekerheid dan dat je uh, gaat uitgeven. Als je 100 euro krijgt, zet je 50 euro weg, mm -hmm. Mie, nou, Zelfs 60. Weet je wel, zo ben ik opgevoed. En, en dat is ook de reden waardoor, waardoor ik bijvoorbeeld uh, eigen investeringen kan doen... om die webshop bijvoorbeeld allemaal kleding en zo in te kopen. Dus dat, ja. dat is een hoop geld wat je daarin kwijt bent... en je weet mm -hmm. niet of je het terugkrijgt. Maar ja, dat geld heb ik zelf. En ik, ik ben niet iemand die graag leent. Nou heb ik natuurlijk een Kia die wel op lease uh, is. Dus dat leen je in principe ook. Ja. Maar als ik een nieuwe telefoon zou willen... dan koop ik die liever dan dat ik uh, een abonnement neem. Daar ja, ja, ja. Dat, dat is gewoon omdat je dan ook meer overzicht en zo creëert voor jezelf. Maar ik ben best wel heel erg met uh, um, ja, geldangst opgevoed. Als in, je moet altijd genoeg geld hebben. Mm -hmm. Dus ik ben daar soms iets te voorzichtig in. Ik leer bij mezelf dat dat wel iets losser soms mag. Omdat je ook een klein risico moet nemen om verder te kunnen komen in het leven. Maar ja, voor heel veel mensen is dat natuurlijk helemaal niet uh, aan de orde. Het is natuurlijk dat dit mijn werk is, dat het ook logisch is dat ik soms risico's moet nemen. Oh, maar heel ja. veel mensen komen natuurlijk gewoon rond en die zien een, een influencer die komt weer met de nieuwste pakjes of weer met de nieuwste dit ja, en zo. En ja, ik kan precies. me voorstellen dat je dan denkt van ja, zo'n creditcard is wel chill. Dan aan het einde van de maand, ja, dan, dan, dan kijken we dan weer. Ik denk dat er heel makkelijk in te trappen is, inderdaad. Ja. Omdat om, je eigenlijk, uh, je hebt het idee dat er een soort van gratis geldmethode uh, is. Ja. En als je het elke maand maar weer een beetje inloopt, dan is het prima. Maar uiteindelijk is het natuurlijk gewoon uh, funest als je niet met geld om kan gaan. Voor jou niet onbekend, Klarna. Ja? Dat is natuurlijk een bedrijf wat daar wel op inspeelt. Mm -hmm. en, en nou hebben we dus op onze webshop een tijdje terug gedacht: van oké, okay, moeten we Klarna niet? ook op onze webshop zetten. De, de reden dat ik vaak Klarna doe... is omdat ik dan als het niet aankomt... dat ik niet in de, in de problemen zit. Ja. Of als iets kapot aankomt... dat ik het nog niet betaald heb. Dan neem je minder risico's met Klarna. Dus ja. wij dachten van... misschien is dat handig voor de laatste mensen... een beetje over het streep trekken van... ja, je hoeft je niet druk te maken... sturen het pakket gewoon op, het komt netjes aan. Ja, maar daarin kregen we op een gegeven moment ook... Afgezien dat het echt een crime was om überhaupt bij Klarna binnen te komen. Ja. Want ze wilden alles van me weten. Hè. Waar ik woonde en alles. Uh, wat ik op zich niet zo ramp vind. Ze hadden maar... ook bloedtesten van je hebben Ja, niet. Nou, is bijna DNA testen, alles. Maar op een gegeven moment dacht ik wel van... ja, willen wij als, als, als webshop uh, mensen potentieel in de schulden uh, laten steken... om iets bij ons uh, te bestellen? Toen dacht ik nee. Want daar staat Klarna ook onbekend. Mm. En aangezien we in een tijd leven waarin men steeds meer wil. Ja, weet ik niet of ik dat wil supporten en dat past niet helemaal bij wie ik ook ben, want ik steek mezelf ook niet in de schulden. Dat doe ik nooit. Nee. Ik hoop heel erg en ik denk ook wel te zien online dat we daar veel bewuster mee bezig beginnen te worden, ook jongeren misschien mm. iets bewuster beginnen te worden, hoop ik. Nou, ik denk juist. Ik denk dat er heel lang gedacht is alles is mogelijk. Ja. Kijk maar naar, uh, nou, noem uh, een uh, gewoon elke willekeurige uh, succesvolle uh, YouTuber online uh, in die tijd. Uh, die is het allemaal voor elkaar gekregen door gewoon zichzelf te gaan filmen en uh, die, die, die rijdt nu in een uh, Bentley of weet ik. Dat wordt wat ook een, in de media uh, weer een groot kopje. Prachtige auto. En zo, ja, ja. Uh, daardoor is een soort van idee gekomen van oh, we kunnen gewoon eigenlijk alles bereiken wat we worden. Later gaan we gewoon uh, influencer worden. En ik heb het idee dat nu een een beetje begint te komen van uh, de generatie die na ons komt, uh, dat er eigenlijk helemaal niet zoveel geld is voor nee. die generatie. Nee, ook niet sowieso. in de toekomst, waarschijnlijk dat het lastig gaat worden. Ja, het wordt al gezegd dat onze generatie al het minder goed heeft dan onze ouders. Ja, waardoor eigenlijk daar een beetje de hoop in verloren is dat we uh, allemaal miljonair kunnen worden. Ja, maar toch zie je ook heel veel uh, op TikTok en zo uh, heel veel jongeren voorbij komen die denken dat ze overal miljonair mee kunnen worden met het internet. En met het internet kan je denk ook, zijn er meer kansen gekomen? Ik denk wel dat er meer kansen op het internet zijn gekomen en, en dat er heel veel mensen ook kansen zien met het verkopen van cursussen bijvoorbeeld en ja. uh, dropshipping en dat, dat die kansen natuurlijk pas sinds kort zijn. Ja, sinds de afgelopen jaar. vijf, zes, zeven jaar. Maar ik denk dat er ook wel een keerpunt is gekomen dat uh, mensen het zat zijn om constant al die luxe levens door ons trots gedouwd ja. te krijgen. Ja, en dat het, dat het leven eigenlijk voor de meeste normale mensen ook gewoon normaal is. En natuurlijk, het is leuk als entertainment om daarnaar te mm. kijken. Maar je moet jezelf soms ook afvragen: van ja, moet, moet je dat ook allemaal willen? Weet je wel, op een gegeven moment: hoeveel badkamers heb je in huis nodig? Hoeveel, <laughs> hoeveel ruimte heb je überhaupt nodig? Kijk, ik zou het prima vinden, financieel gezien om miljonair te worden. Nee, maar om daar een relaxter leven voor te kunnen leiden. Ik snap rijden. het er, ja. Maar ik, snap ik je hoef zegt. geen 26 badkamers. En nee, ik hoef geen, want mensen gaan op een gegeven moment. Ik zie ik ook ja, het zieke kan wordt gewoon Als ik soms. meer geld krijgt, dan oh een nieuwe camera, oeh, en dan word ik dan helemaal enthousiast over. Mm -hmm. En die camera heb ik, en dan heb ik hem. Snap je? En dan is het over ja, een paar maanden. Ja, je bent maanden er wel leuk mee kom, bezig dan vaak. Ja, dat klopt. Maar over een paar maanden is er weer een nieuwe camera, die ik denk oeh, oeh, oeh. Ja. Weet je wel? Wat blijft hebt, heel erg dorp. Wat nodig hebben. Als je een groot ja. huis hebt. Op een gegeven moment heb je een groot huis. Ik, ben, ik moet zeggen, met huis denk ik, we zit echt perfect. Dus daar heb ik zelf niet het gevoel van ik wil verder. Maar misschien komt het ook omdat we denken van ja, het kan ook niet. Maar daar zit ik in principe goed. Maar ik merk wel aan mezelf. Ja, ik, ik, ik snap ergens wel dat steeds als je meer krijgt, dat je meer wilt. Maar ik denk dat we wel hopelijk ook uh, steeds meer ernaartoe gaan. Dat we ook zien van we hebben ook niet alles nodig. We hoeven niet. Altijd het nieuwste van het nieuwste. We hoeven ook niet altijd. Uh, een beter huis. Je mag nee. ook gewoon tevreden zijn met het leven hoe het nu is. Ja. En je hoeft niet steeds een nieuwe tv en een nieuw dit en een nieuw dat. Ik ben er ook schuldig aan, hè? want ik ben echt niet uh, uh, heilig daarin. Maar ik besef me wel steeds vaker als ik het content en zo kijkt, ja. kijk... dat het ergens ook ontevredenheid is, mm -hmm. ergens uh, onrust. In het geval van uh, sommige influencers denk ik... dat het ook een manier van hun content is. Dus ze moeten wel. Mhm. Mm want als iemand die in een villa woont op een gegeven moment denkt van ja, ik ga in een rijtjeshuis wonen. Dan gaan heel veel mensen denken. Dan gaan ze wel in het begin <laughs> kijken, maar op een gegeven moment denken ze van saai. Ja, of dan beginnen ze argwanen te worden dat het allemaal fake is. Dat vinden ook ze ook in, niet leuk. He? Vinden hè? Dus... Dat vinden ze ook niet leuk. Maar ik denk dat, dat ik heel blij ben ergens dat ik altijd heel normaal ben gebleven. En dat ik nooit. Ik, expliciet doe ik ook heel weinig laten zien wat ik koop. Ik doe het wel eens, want uiteindelijk is het ook een onderdeel van je leven, maar ik hoef niet altijd alles te laten zien. Dat heeft een reden omdat het voor mij persoonlijk niet uh, het belangrijkste is van het leven wat ik leid. Mm -hmm. Als ik heel enthousiast ben over het product, dan zal ik het wel laten zien. En jij ook. Als mensen naar vragen van, jij hebt laatst had je een tas heb je altijd de hele tijd laten zien dat je, die, dat je heel erg blij mee was toen we in de mal liep. En ik ja. krijg de laatste tijd best wel wat vragen over die tas. Dan zeg ik echt waar het van is. Maar het is niet, ik wil niet de content laten draaien omdat ik steeds weer nieuwe dingen moet kopen. En steeds weer nieuw dit, nieuw dat. Nee, precies. Aan de andere dat kant, ik. ja. Het is ook weer, weer lastig, want men houdt er wel van. Dus het is, ik vind het zelf ook soms lastig om daar een, een, een in te Ik denk dat het vinden. wel de verantwoordelijkheid is voor iedereen om met dat gevoel om te gaan hoor. Want ik kijk ja. soms ook wel eens naar mensen die gewoon ziek veel kopen. Ja. Uh, en die het allemaal kunnen kopen. En dan zeg ik ook wel eens tegen jou. Oh, wat zou dat heerlijk zijn? Dat je gewoon een winkel binnen loopt en denk je, ja, dat vind ik mooi. Doe die maar. Ja. Doe dat maar. Doe dat maar. Oh, Leuke lamp, doe dat maar. Leuke bank. Prima. Heerlijk, oh ja. uh, maar dan krijg je toch een soort van ontevreden gevoel van dat je dat niet kan, en dan moet je dat voor jezelf toch ergens um, ja daarmee om zien te gaan, want het is niet de verantwoordelijkheid van degene die het laat zien, vind ik persoonlijk. Oké. Okay. Ik vind of... wel dat ja? mensen wat okay. minder gefocust mogen zijn die video's maken op allemaal nieuwe spullen. Ja. Dus eigenlijk wat jij doet, dat, dat vind ik prettig als mensen dat doen waar ik naar kijk. Ja. Um, maar ik vind niet dat zij verantwoordelijk zijn voor mijn gevoel van dat ik het niet kan kopen. Maar het is nou eenmaal het leven dat je niet alles kan betalen um, wat je graag wil hebben. Daar ja, moet je mee hebben om leren ook, gaan. Hebben wij natuurlijk ook. Ja. Heb jij ook heel hele lange tijd in je leven ook ervaren, toch? Ja, en dan kijk je wel naar anderen. En dan, maar dan moet je gewoon heel goed beseffen dat, dat dit niet is wat iedereen heeft. Dat nee, dit want... niet is wat iedereen, wat voor iedereen weggelegd is. Nee, ook. want het heeft bij mij ook uh, tien jaar geduurd voordat ik het aandurfde om een auto te kopen. En niet alleen door de angst hoor. Maar ook mm. gewoon omdat ik, ja, financieel is het best een, 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 een gat in je budget. Kijk, het is met uh, webshop en alles wat we doen. Veel handiger dat we het hebben. Want we kunnen producten ophalen, we kunnen producten wegbrengen. Uh, we kunnen voor video's uh, makkelijker op sommige plekken komen. Dus het is. Functioneel heel fijn en onze levensstandaard is naar, naar boven ja, gegaan voor, ja, voor onszelf. Wel, ja. Ook uh, met overprikkeling voor jou uh, in het OV en zo. Maar dat heeft mij ook hartstikke lang geduurd. Mm -hmm. Ik heb het nooit erg gevonden, want ik dacht: van dan kan ik naar een doel toe werken, we uiteindelijk ik een auto hebben. Maar dat duurt even. Maar waar we de podcast mee begonnen, heb je het gevoel dat mensen boven hun stand gaan leven om mee te kunnen komen met wat ze online zien? Ben jij het daarmee eens? Of? Ja, ik denk een deel wel. Ik denk een deel dat het wel gebeurt. Ik denk alleen dat we daar dus veel bewuster mee om moeten gaan. En ik hoop ook de komende jaren... dat we daar steeds bewuster van worden als mens. En mm -hmm. dat ik het ook bij mezelf zie. Dat ik bij mezelf ook denk van... Uh, ja, dit heb ik niet nodig. nee Leuk dat deze nieuwe camera eruit is. Ik refereer naar veel naar camera's... omdat ik echt de camera junk ben. Yeah. Uh, maar die camera, heb ik echt nodig om nog een toffere video te maken? Nee, want met alle camera's die ik al heb, kan ik dat in principe al. <laughs> Snap je? dat is wel... Maar ja. Dat is ook een leerproces voor mezelf, weet je wel. Natuurlijk is het altijd leuk om iets te kopen en het, ik vind het ook helemaal niks mis mee met het als je... Uh, we hebben we wel eens een keer gehad uh, bij uh, Budget Challenge, dat jij een keer zei, ik heb even geen zin om iets te kopen. Dat is ook gewoon even leuk. Even iets ah, leuks kopen voor jezelf. Pak je nou weer terug op uh, heel kwetsbaar moment. Heel kwetsbaar <laughs> moment. Nee, maar het is ook... Dat moet je ook niet als negatief iets zien, maar je mag wel bij jezelf bedenken: heb ik het echt nodig? Want dat is wel iets wat ik bij mezelf vaak doe. Heb ik het echt nodig? Mm -hmm. Vind ik het echt zo leuk dat ik hier mijn geld aan uitgeef? Als dat ja is, ja, dan moet je het doen. Maar je hoeft niet, niet, niet alles wat wij nee, zien in de wereld niet. is wat je echt nee, wil. Je moet het niet doen omdat je een jaloers gevoel krijgt omdat iemand anders het heeft. Ja. Je moet het echt doen omdat je, als het kan, omdat je het graag wil. Ja. Dus. Uh, maar het is voor mij ook echt een leerproces, want ik, ik koop ook nog wel eens dingen dat ik denk: ja, heb ik het nou echt nodig? Ik heb al. En want je moet meekomen met de rest en denk van dan moet die ook hebben. Ja, precies. Eigenlijk een soort van onzekerheid, denk ik ook. Ja, want. Niet wel achterlopen of niet wel achterlopen. En ja. als je dat bij jezelf beseft, besef ik steeds meer. Ik moet, moet er echt nog beter in worden, maar besef ik me steeds meer dan volgende keer hand op de knip en niet probeer gelijk te kopen. Als je het echt nodig hebt. Tuurlijk. En als je het echt heel leuk vindt, natuurlijk, ja, prima. Ik ben wel steeds bewuster daarin geworden dat je ook gaat kijken naar dingen die langduriger meegaan. Ik ben wel heel erg benieuwd, hoe sta je zelf in dit thema? Heb je je wel eens over nagedacht? Ben je iemand die ook net zoals ik uh, graag uh, het nieuwste van het nieuwste eigenlijk het liefst koopt? En ben je ook steeds meer bewust van dat dat misschien niet altijd nodig is? Laat vooral weten, wat doe je daartegen? Of ben je net zoals Guilaine, die koopt gewoon? Dat is helemaal niet waar. Oh. Doe het even normaal. Ja, jij bent eigenlijk wel iets minder van het kopen, vind ik altijd. Veel minder geworden ook, hoor. Ja. Bewust en onbewust. Ik denk dat ik ook gewoon meer tevreden ben. Dus we moeten eigenlijk streven naar tevredenheid. Tevredenheid is het ultieme doel, sowieso in het leven, vind ik. Ja, nou, hoop ik dat we volgende week weer tevreden zijn met een nieuwe podcast. Tot dan.